Schaatsen. Ja, we gaan even. Je hebt zo'n mooie lange slag. Ja, maar dat lukt hier niet. Nee, maar ja, dan maaien je kinderen onderuit. Ja, dat nee, dat is niet de bedoeling, hè? Ja, je moet zoveel mogelijk rondjes maken met maar kinderen, met wie heb ik het genoegen? Met Gerlof Spijksma. Met Gerlof Spijksma? Ja. Maar Gerlof, schaats jij al lang? Ik schaats gewoon kom op plezier. Maar dat is je hobby? Ja. Je bent eigenlijk hier regelmatig in Tiof ja, te vinden. Ja, dat klopt. Oh, ik moet je wel een beetje bijhouden, ik schaats een beetje briek. Maar op zich kan ik wel goed schaatsen hoor. Ja, hartstikke goed. Vind je niet? Ja, ik vind het helemaal super. Hoep! Nou, gewoon je kijken. Nee, ik heb vroeger ook geschaatst. Nee, je meent het. Ja. Maar Bij waar dan? In Rutte. Oh, bij ST Rutte. Ja. Ja, heel kort hoor. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, het was gewoon één seizoen. Oh. Maar toen had ik op school gewonnen. Ja. En toen ben ik er weer mee gestopt. Maar ik vind het nog steeds leuk. Ah, leuk dat. Ja. En ik vind het wel een goed initiatief. Vind jij dat niet? Ja, ik ook. Want het houdt kinderen nog wel een beetje op het ijs. Ja, ondanks onze softe winters. Ja, we moeten meer natuurijs hebben. Maar dan moeten we dat bestellen bij Piet, hè? Ja. Nou, Piet, even bestellen even natuurijs. Even een wintertje. Ja, heb jij niet een lijntje met boven? Ja. Nou, mag ik de meester even bedanken voor het interview? Heel wacht graag, even, ik wil nog even de achterkant. Wow, wat is hier lekker! Ja, het is met schaatsen hebben ze echt van die strakke broeken. Dat is gewoon wel heel mooi. Als jij ook niet in Lelystad met een of andere fiets. Nee. Maar dat zijn ook strakke broekjes. Ja. Ah, ik heb al iets met strakke broekjes. Ja, dat is mooi, hè? Daar kan ik niks aan doen. Nou, dat is toch mooi. Nou, hey, we gaan erin. Doei!